Op de markt. Het is vandaag weer marktdag. Alle dieren hebben een kraam waar ze spulletjes verkopen. Dip en Dap gaan appels verkopen. Ziezo, nou de appels nog. Wil jij de mand brengen, Dip? Maar de mand is nog leeg. Dip is vergeten de appels te plukken. Nou hebben ze niets om te verkopen. Wat doen we nu? Laten we maar over de markt lopen, zegt Dap. Dat doen ze. Kijk, daar zit Max. Hallo Max, wat verkoop jij? Vragen Dip en Dap. Ik verkoop lekkere kaas, zegt Max. Willen jullie een stukje proeven? Dat willen Dip en Dap wel. Ze nemen ieder een groot stuk. Max neemt zelf ook. Pas maar op, Max. Als je zo doorgaat, kun je niets meer verkopen. Tot ziens. Kijk, Nel verkoopt mooie bloemen. En Beer verkoopt zakdoeken. Hatsi! Ik moet zo niezen van die bloemen, snottert hij. Al dat stuifmeel kriebelt aan mijn neus. Dip grinnikt. Straks heb je geen schone zakdoeken meer. Als je verderop gaat zitten, heb je geen last van die bloemen, zegt Dap. Wat een goed plan. En zo lopen ze met z'n drieën verder. Voor het postkantoor staat ook een kraam. Wat verkoopt postbode Knor daar? Ik verkoop postzegels, zegt hij. Deze heb ik dubbel. Hij laat de postzegels aan Dip en Dap zien. Wat zijn ze mooi. Maar dan... Hatsjoe, doet Beer. Alle postzegels vliegen in het rond. Er zit er een midden op de snuit van Knor. Jimmy zit ook op de markt. Hallo Jimmy, wat verkoop jij? Ik verkoop mijn oude rolschaatsen, zegt Jimmy. Willen jullie ze niet hebben? Nee, wij hebben op onze verjaardag al rolschaatsen gehad. Iets anders heeft Jimmy niet. Dus ze lopen weer verder. O jee, Dip kijkt niet goed uit. Hij gaat op de rolschaats staan en zoef, daar gaat hij. Dap en Jimmy kijken hem na. Dip rolt de hele markt over. Hij gaat recht op postbode Knor af. Alle postzegels vliegen weer door de lucht. Dap en Jimmy rennen snel achter Dip aan. Nel heeft nog niks in de gaten. Maar wat is dat voor lawaai? Oh, dat wordt een botsing. Alle bloemen vliegen in het rond. Max ziet eerst Dip voorbij komen, dan Dap en dan Jimmy. Wat is daar aan de hand? Max gaat even een kijkje nemen en rent achter de anderen aan. Oh, hoe loopt dat af? Dip botst tegen de appelboom. Alle appels zijn eruit gevallen, boven op zijn hoofd. Zo kunnen Dip en Dap toch nog appels verkopen. Alle dieren nemen er een paar. Nou ja, behalve Max. Want die heeft veel te veel kaas gegeten. Arme Max. Het was een drukke dag en Dip en Dap zijn moe en gaan naar bed. Wel te rusten, Dip. Wel te rusten, Dap. Tot morgen.